ik persoonlijk maak veel foto's, maar ik ben niet zo van de foto's aan de muur hangen. Bij ons thuis hangt er wat kunsten aan de muur. Maar ik vind het ook mooi om een herinnering te hebben aan een hele leuke reis die ik heb gehad. Zo ben ik naar New York geweest en daar heb ik een werk gekocht van een man die schilderde op oude metrokaarten. Op de achterkant schilderde hij dan een kunstwerk. Dat kon je dan ophangen en dan zag je dan de metrokaart doorheen. En deze soort city line werken, Londen, New York, nou, Nemelt, heel veel zijn ervan. Die zijn echt perfect. Die kan je aan je muur hangen. Die zijn onwijs mooi om te zien. Zijn ook nog clean en simpel. Ik hou van clean en simpele dingen. En ze doen een herinnering aan waar je geweest bent. Ze zijn er ook van bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam. Of waar je ook vandaan komt, Rotterdam, Den Haag. Maar als je weg bent geweest en je wil een mooie rij van hé, daar ben ik geweest, daar ben ik, oh, was dat, dat was mooi. Dan zijn deze schilderijen echt perfect, deze kunstwerken, posters, om een soort herinnering te geven. Maar nou niet zo'n cheesy selfie die je gemaakt hebt bij de Tower Bridge. Nee, gewoon een prachtige schilderij van de grid, van de kaart van Londen, maar dan in hele mooie lijnen. En uiteraard is de rivier blauw, want die loopt door heel Londen. Dus mooie herinnering aan mooie reizen. Op een mooie muur, in een mooi huis, bij mooie mensen.